Het heeft de afgelopen dagen veel geregend, ook vlak voor de wedstrijd nog een flinke plensbui. En mede daarom denk ik toch wel dat De Lange hier de bal niet goed meekrijgt op het moment dat hij oog in oog met Cummins wil komen. Verwij kan daardoor nog redding brengen. En over redding brengen gesproken, hier de redding van Cummins. Want ook de wind speelt een grote rol in deze wedstrijd, vandaar dat deze vrije trap van Monster uiteindelijk zo gevaarlijk werd. Jack van den Berg is de coach van Barendrecht, oud-trainer van Katwijk. Ziet dat Lisse hier met Siali een schotmogelijkheid krijgt en dan wordt de bal uiteindelijk van de doellijn gehaald. In een verder doodsaaie eerste helft. 0-0. Lisse en Barendrecht, de nummers 5 en 6 van de ranglijst, staan op 4 en 5 punten van de nummer 3 af. En die nummer 3 positie is zo belangrijk, want die geeft aan het einde van het seizoen recht op na-competitievoetbal. Misschien plek 4 ook, maar plek 3 op zeker. Barendrecht komt beter uit de kleedkamer dan Lisse. Had ze juist al een grote kans via Salem en deze is nog groter van Voorthoren. Maar hij schiet hem recht op Cummins af. En die redt de aanvoerder van FC Lisse. De volgende kans van de bezoekende ploeg is in de maak met De Lange. En die mikt net naast het doel. Lisse komt er niet uit in de tweede helft. Althans, ze komen er wel uit, maar ze creëren geen kansen. En dus gaat Bord Stevens het maar proberen. Wordt dan op de rand van het 16 meter gebied door Van Dijk onderuit gehaald. Trekt aan de noodrem. En Lisse mag een vrije trap gaan nemen. Minuut 87 en Stevens zelf gaat achter de bal staan. De vrije trappenspecialist van Lisse. In zijn 100ste wedstrijd. En dan doet hij dit. Via de onderkant van de lat in de kruising schiet hij hem binnen. En lijkt Lisse in de slotfase de 1-0 overwinning te bezorgen. De bal wordt van richting veranderd. En belandt daardoor in het doel. Keeper op het verkeerde been. En Lisse op een, dat mogen we toch wel zeggen, gelukkige 1-0 voorsprong. Monster. Barendrecht geeft niet op. Krijgt hier een kans. En schiet voorlangs. Bakour. Monster. Opnieuw naar de linkerkant. Voorzet naar Voorthoren. En die zet geen kracht achter de bal. De bal mist snelheid. En daardoor, of in ieder geval mede daardoor, kan Cummins redding brengen. Deze bal wordt onderschept door Lisse. Tarani. Ingevallen. Heeft snelheid. Gaat het 16 meter gebied in. Koylu. En de paal. Maar het was buitenspel geweest, dus het feest zou sowieso niet doorgaan. Koylu heeft evenals Aitaf Kier bekendgemaakt na dit seizoen te vertrekken bij FC Lisse. Vrije trap voor Barendrecht. Inmiddels dik in de blessuretijd. De Lange. Kapt zijn tegenstander uit. Voorzet en dan gaat hij de bal er ook hier niet in. Geluk voor Lisse. Pech voor Barendrecht. Lisse wint de wedstrijd met 1-0. Met de nodige mazzel. Maar wat maakt het uit? De punten zijn binnen. En Lisse komt weer wat dichter bij die o zo belangrijke derde plek in de derde divisie terecht. Wat dacht je in de 87e minuut? Dit is mijn moment? Eigenlijk wel, ja. Ja. Het was wel de bedoeling om even wat meer druk vooruit te zetten. Dus met die dribbel probeer ik iets te forceren. Nou ja, dat liep al op zich. En toen die vrije trap? Ja, ja, ik neem de vrije trap over het algemeen altijd. En ik probeer hem ook gewoon in de hoek van de muur te schieten eigenlijk. Maar volgens mij werd de verrichting veranderd, dus kwam hij in de andere hoek terecht. Boti kan het fantastisch. De laatste die hij erin schoot, dat was toen tegen Sneek. Uit, zo ook een magistrale goal, maar dan zie je hem niet, want we verliezen hem in die wedstrijd. Maar donderdag op de training legde hij er een paar aan en het was zijn 100ste wedstrijd. En hij zette die aanval zelf op. Dus ik zeg aan de kant, ik zeg, nou die gaat erin. Ik zeg, die schiet Boyte zelf in. En mooie trap. Ja, Lisse wint vandaag wel heel erg gelukkig natuurlijk hier. Ik denk dat ze nergens recht op hebben. Het spel belt. Het was natuurlijk een lelijke wedstrijd met die wind en het veld. Maar dan kan je ook niet normaal voetballen. Want het spelbeeld ging wel gelijk op. Maar wij krijgen de beste kansen. Ja, maar ja, ver uit. Hè. We gaan alleen al 3-4 keer alleen op de keeper af. En dan zelfs na de 1-0 krijgen we nog een paar opgelegde. Dus ja, ik ben niet gelukkig. Ik ben hier niet blij mee. De derde plek komt weer een stapje dichterbij. DVS verliest. Barendrecht schudt je van je af. Ja, nou ja, het is 4 punten. Hè. Dus het is 2 wedstrijden. Dus het is echt zo dat je weer van week tot week moet leven. Volgende week Dovo uit is ook gewoon niet makkelijk op hun kunstgras. Maar dit is wel even lekker dat DVS verliest. En dat,
dat we Barendrecht even 4 punten achter ons laten. Dus de doelstelling van een na-competitieplek, dat zit er nog steeds in.